De Rotterdamse atletiek trainer Jerry M. staat hier in Dordrecht terecht voor ontucht met pupillen. Justitie eiste 2 jaar cel en een beroepsverbod voor hem voor 5 jaar. Over Jerry M. waren al heel lange tijd signalen dat hij zich schuldig zou maken aan handtastelijkheden en aanrandingen. De tuchtcommissie heeft uitspraken gedaan en dat is eigenlijk de aanleiding geweest waarbij er heel veel informatie naar buiten is gekomen. Dat is ook de reden geweest waarom de politie een onderzoek is gestart en heel veel mensen heeft gesproken. En uiteindelijk hebben er 4 jonge vrouwen aangifte gedaan. Dat zijn ook de zaken die vandaag aan de rechtbank zijn voorgelegd. Oudere zaken in een verder verleden bleken verjaard en ook niet alle slachtoffers hebben aangifte willen doen. Jerry M. zelf ontkent. Oké, hij was misschien wat direct, aanrakerig, joviaal, een sfeermaker, maar van ontucht is absoluut geen sprake geweest. Maar justitie zegt, als we kijken naar ook in bredere zin andere getuigen, dan is toch echt sprake van een patroon. Aangeeften staan niet alleen in hun verklaring. Als je het dossier goed bekijkt, en ik gaf net al aan, er zijn heel veel mensen gehoord, dan zijn wij van mening dat gelet op die verklaringen, getuigen die gehoord zijn, die eigenlijk ondersteunend verklaren en ook verklaren dat ze gezien en gehoord hebben waar de aangeeften over hebben verklaard.